Dit was dus de laatste week van mijn 1400 calorieën. Ik zal oneindig willen schreeuwen. Oh, oh, oh. Lekker? Ja. Ik was helemaal moe en ik had gewoon nergens zin in. Maar toen zei niks van, hey, laten we vanavond wat gaan eten. Toen dacht ik, hey, gezellig, gaan we doen. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Yes, vandaag wordt het dit. Yep. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik moet meteen ook heel erg opschieten, want we gaan even weg. We moeten even dat bakje nog ruilen die Memphis weer kapot had gemaakt. Dat moeten we nog steeds doen. Dat is echt wel lang geleden al. Maar welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Volgens mij hadden we dat al gezegd, maar dat maakt niet uit. Dus ja, ik ga nu even racen. De kinderen snel aan de auto doen. En heel snel snel alles doen. Ik vergeet wat. Wat vergeet ik nou? Mijn telefoon. Het is klaar. Je hebt gedrukt. Het is illegaal om andere mensen te filmen. Water. Lekker? Hallo? Lekker? Ja. Oh, de koude. Hij luistert nooit wanneer hij moet luisteren. En Memphis? Ja? Vandaag geef ik je lesje wel aan de hand. Oh, wat doen ze nou? Ze gaan gewoon weg. Ze maken me aan. Handje? Ja, wacht. 6.5 hours later. Oh, oh, oh. Ik ben echt moe, jij dan? Ja, een beetje wel. Kijk, we hebben net die jongen bij mijn moeder afgezet. Die gaat daar logeren. En ik ben echt moe. Goedenavond, dan mag ik de stijgen opnemen alsjeblieft. Hoi, goedenavond. We zijn dus bij McDonald's, want we hebben nog honger. En ik had nog wat calorieën over. En ik had ook nog wat calorieën over. Maar ik ga er nu wel overheen, maar dat maakt niet zoveel van uit. Hoi, een hele goede dag. Het is al avond eigenlijk, want ik ga nu wat eten, ja. Ik ga uit eten met Nick, want de jongens zijn mijn moeders, zoals ik gisteren al zei. Die heb ik gisteren weggebracht en we hadden zoiets van, weet je wat, we gaan vanavond lekker eten. En ik dacht, nee, daar heb ik wel echt super veel zin in. Ik heb vandaag ook niet veel gefilmd, omdat ik de hele dag op mijn laptop zat om mijn website af te maken. Om de recepten af te maken, echt alles af te maken. Dus ja, het is een beetje boring. Je ziet mij alleen eigenlijk alleen op de laptop. Maar toen zei Nick van, hey, laten we vanavond wat gaan eten. Toen dacht ik, hey, gezellig, gaan we doen. Ik wacht tot hij thuis komt, hij is even zenuw uitlaten. En dan gaan we lekker een hapje eten samen. Zonder kids. Mam, mam, mam. Dat is er niet. Dus ja, ik heb ook echt genoten van mijn rust. Ik heb ook niks gedaan dan alleen op mijn laptop gezeten en al mijn achterstallige werk ingehaald. Ik ben blij dat ik daar nu de tijd voor heb. Ik merk toch wel dat ik het heel erg stil in huis vind. Maar ja, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb gewoon zo'n oversized trui met mijn hakken die de hele tijd afzakken. Dat je een beetje het hakje ziet, maar een beetje dit ziet maar niet heel erg veel. Lekker makkelijk. Alleen ik weet nog niet wat voor jas ik erbij aan ga doen. Het is niet echt warm, dus ik kan ook niet zonder jas gaan. Ik heb iedere keer een piep in mijn oor, heel vervelend. Echt heel naar. Ik zal oneindig willen schreeuwen, maar dat gaat niet. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Ik had gisteren niet gevlogd, want ik was super moe. Echt, de jongens zijn naar mijn moeder en ik ben echt helemaal... Ik was helemaal moe en ik had gewoon nergens zin in. Ik heb gewoon gewerkt, op mijn laptop gezeten, mezelf afgesloten van de hele wereld. Ook niet gesport, dus ik ga nu lekker sporten. Nou, ik was gewoon echt helemaal... Ja, ik weet niet, als ik mijn batterij moest opladen of zo. Dat is gewoon... Echt voor mij was zoiets van, trek het niet meer even. Ik moet even een pauze inlassen. En dat heb ik ook gedaan. En ik voel me nu echt stukken beter. Ik had die rust ook echt even nodig. Dat is het luxe als we dan vakantie hebben en mijn moeder kan oppassen. Want meestal blijft ze dan een paar dagen bij haar logeren. Wat ik overigens weer heel erg leuk vind. Zodat ik bij kan komen. Maar ja, ik heb gisteren en eergisteren heb ik echt van 9 uur tot 12:30 in de nacht gewerkt aan mijn website en mijn voedingsschema en noem het maar allemaal op. Vandaag moet ik nog vloggen en weer alles doen, maar
ik ga eerst sporten om even mijn hoofd helemaal leeg te maken. Ik heb ook echt zin om te sporten. Maar ik heb zondag voor het laatst gesport. Ik ga zeker spierpijn krijgen. Maar ja, ik ga nu in ieder geval rijden. Hey, hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Ja, vrijdag. Ik ga nu even sporten. Ik heb echt heel weinig gefilmd. I know you guys. Maar ik was zo druk bezig. Het is echt, denk ik, de saaiste vlog ever. Maar ja, bear with me. Dat was even echt heel erg aanpoten. Zo, ik heb al mijn spulletjes. Mijn water. Mijn handschoentjes. Yes, check, check, check. Jullie zullen wel denken, je hebt echt heel weinig gefilmd. Like I know, ik was echt heel erg druk. En ik had ook wat tijd voor mezelf ingelast. Dat was die periode dat ik het ook op mijn Instagram had gezegd. Dat ik heel even een paar dagen tijd voor mezelf nodig had. De jongens waren er ook niet. En ik had echt zoiets van, ik ga nu even opladen en mijn rust pakken. Voordat ik weer volop aan de slag ga. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb tussendoor wel mijn dingetjes gedaan aan mijn voedingsschema en zo. Maar aan mijn vlog of social media. Ik had gewoon even een break van social media. En ook even een break van het filmen. Ik ben nu weer gewoon helemaal terug. Zoals jullie al hadden gemerkt. Maar ja, dat wilde ik wel even zeggen. En vandaar dat deze vlog zo kort is. Ik hoop niet dat je het heel erg vindt. Ja, ik had gewoon heel even mezelf op nummer 1 gezet. Ik had het gewoon echt even nodig. Ik moest echt even mijn batterij opladen. Dan is het ook de week dat ik laat zien wat ik dan ga eten. Want dan spring ik weer over naar de 1600 calorieën. In plaats van de 1400 calorieën. Dus ja, dat eigenlijk. Dan heb ik alles in een notendop even allemaal verteld. Dit was dus de laatste week van mijn 1400 calorieën. Ik ben er blij van. Ik ben blij dat het nu klaar is. Het was leuk voor wat het was. 2 weken doortrekken. Ja, de laatste 2 weken heb ik wel een beetje gesmokkeld. Zoals jullie hadden gezien, was ik al bij de McDonald's geweest. En had ik ook tussendoor al wat lekkere dingetjes gegeten. Dus ja, 8 weken is voor mij wel echt de max hoor. Dan begint mijn lichaam toch echt wel te craven. Naar lekkere zoete dingen en zo. Dat heb ik ook gewoon naartoe gegeven. En dan ben ik ook helemaal niet boos op mezelf. Dat vind ik prima, weet je. Wat mijn lichaam wil, dat krijgt hij. Niet te veel natuurlijk, maar is dan wat ik bedoel in proporties. Ik ga mijn training ook aanpassen. Want voorheen deed ik best wel veel cardio en wel kracht. Maar dan bleef ik iedere keer op hetzelfde aantallen qua kracht. En nu wil ik met kracht ook veel hoger in de gewichten gaan zitten. En dan echt setjes van 12, 10, 8, 6 en de laatste 4 nog echt op z'n aller zwaarst. Dat ik gewoon haast niet meer kan. Zodat mijn spieren echt lekker goed gaan groeien. Maar ja, dat laat ik allemaal volgende week zien. Dus wees er volgende week zeker weer bij. En vrijdag heb ik een mededeling over mijn voedingsschema. Waar ik zo freaking hard aan heb gewerkt. Dat is echt niet normaal. Dan hoor je er meer over. En ik heb mijn website al af. Dus alleen de kwestie van alles controleren en erop zetten. En dan is hij to go. Dat was alles even in één adem. En dus ik zie jullie vrijdag weer bij mijn volgende video. Heb een hele leuke en fijne dag. Geloof in jezelf. Hou van jezelf. Oh ja, vergeet niet te abonneren natuurlijk. En dikke duim omhoog. En dat gedoe allemaal. Ja, ha. En het notificatiebelletje. Want dan blijf je op de hoogte wanneer mijn nieuwe voedingsschema ook af is. Dus dat zal wel handig zijn. Dan mis je in ieder geval niks. Doei doeg! I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.